Ik ben afgelopen zomer gekozen als Europarlementariër, eigenlijk kerstvers hier binnengekomen. Ik zat hiervoor nog niet in de politiek en ik wil die frisse blik ook eigenlijk zo lang mogelijk houden en dat lukt aardig. Ik was hiervoor zelfstandig ondernemer, dus ik kijk ook echt een beetje als ondernemer naar het werk wat we hier doen, resultaatgericht, op zoek naar creatieve oplossingen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is hier in het Europees Parlement. Het is fantastisch om hier te werken met zoveel verschillende mensen, verschillende culturen en toch samen aan de richting waar Europa op moet. En ik hoop de komende jaren een stevige bijdrage te kunnen leveren aan vrije meningsuiting als mensenrecht in de wereld. En daarbij vooral ook te letten op de rol die internet en nieuwe technologie speelt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de verkiezingen afgelopen zomer in Iran en hoe jonge mensen daar met hun mobiele telefoontjes films hebben gemaakt van hoe de politie optrad, maar ook hun mening hebben kunnen geven op blogs en hun verhalen hebben kunnen vertellen, dan merk je dat nieuwe media in mensenrechten en vrije meningsuiting eigenlijk heel erg belangrijk zijn. En wij moeten hier vanuit Europa ervoor zorgen dat ook in de rest van de wereld mensen zich kunnen uiten, toegang hebben tot informatie en hun verhaal de wereld in kunnen sturen zonder censuur, zonder repressie van hele gewelddadige regimes. En dat is iets waar ik echt vol overgave aan werk hier in het Europees Parlement samen met al die collega's uit andere Europese landen. Onze dagen zijn hier echt gevuld met heel veel ontmoetingen met mensen die iets willen vertellen over wat voor hen belangrijk is aan het beleid waar we mee bezig zijn. En zo blijven we in contact met iedereen, omdat we dit werk natuurlijk doen als vertegenwoordigers van een heleboel mensen. En het heel belangrijk is om precies te weten wat de input van mensen is om zo tot een goed afgewogen beslissing te komen. Want het stemmen en democratisch vertegenwoordiger zijn is natuurlijk best wel een verantwoordelijkheid. En het is heel belangrijk dat mensen weten waar we mee bezig zijn. Nou, juist voor ons, jonge generatie Europeanen, is Europa ontzettend belangrijk. Je ziet dat de wereld steeds meer met elkaar verbonden is. Er zijn een aantal grote wereldmachten, China, de Verenigde Staten, opkomende machten. En het is heel belangrijk dat we een sterk Europa hebben wat met één stem spreekt in die wereld. En daarom werk ik ook vooral met het oog op die jonge generatie graag aan een Europa wat sterk staat in de wereld, wat met één stem spreekt en wat een goed op mensenrechten gericht buitenlandbeleid heeft.